kan. Rock your body, yeah. Hallo! Bart is Jola naar Turn Girl Day aan het brengen. En ikzelf ben een beetje zenuwachtig. Want komt straks komen er mensen filmen in mijn huis. Een filmpje maken voor een merk van iets met eten. Meer mag ik er niet over zeggen, want het is via een modellenbureau. En het modellenbureau die heeft allerlei regeltjes. En een van die regeltjes is dat je zelf niks filmt, post of over het merk vernoemt. Voordat het allemaal online is gekomen. Dat is natuurlijk ook wel logisch, want dat is een exclusiviteit die je biedt als model voor zoiets. Dus daar gaan we niks over zeggen. Maar ik wil wel even vertellen dat ik dus wel grappig vind dat ik zenuwachtig ben. Want ik film mezelf de hele tijd. En nu gaan andere mensen me filmen en is het ineens raar. Het is echt een beetje awkward. Nou, ik heb ook een puist, ook nog net vandaag. Maar ik dacht, ik heb gewoon helemaal niks om aan te doen, joh. Dus volgende week ga ik de hele week vloggen en dan ga ik gewoon eens even die nieuwe me doen. Want dan gaat ook mijn kapper mijn haar doen. Dus het wordt superleuk. Maar daarover later meer. Ciao! Hallo en welkom in weer een nieuwe dag dat ik vloggen mag. Wat ga ik doen vandaag? Ik ga boodschappen doen. En ik ga even op zoek naar een aantal leuke houten planken. En wat mooie borden, want ik wil wat gerechten gaan maken die in mijn boek komen. En die moet ik dan gaan fotograferen. Dus vandaar dat ik wat leuke backgrounds wil hebben en dat soort dingetjes voor de gerechtjes die uiteindelijk in mijn e-book komen. Ik ga even kijken bij de Xenos en dat soort dingetjes. Ik ga het ook nog even filmen dat ik wat dingen ga maken om te bewaren. Dus van die meal prep dingetjes ga ik maken. Dat is ook wel zo handig, omdat ik heb vandaag wat extra tijd. Jola die heeft nog herfstvakantie, dus die is even bij de vader vandaag. Dus dat is wel lekker dat ik even mijn handen vrij heb. En dus ga ik even koken, even de stad in voor die dingetjes. En weer verder aan mijn boekwerken. En ik heb tegen Bart gezegd, je mag niet de boodschappen opruimen. Want dat doet hij altijd als ik binnenkom met zware tassen. En ik heb echt super inkopen gedaan. Dan gaat hij vrolijk alles staan opruimen. Nou, lekker dan. Nee, dat ga ik lekker zelf doen. Dus dan ga ik jullie even laten zien wat ik heb. Ik kan het niet boos op jou doen. Oké, je mag een hapje. Yes! Nee! Oh! Ik heb veel gehad. Geniet er niet eens van. Nou, ik heb echt super veel boodschappen gehaald zoals je ziet. Zodat ik echt even vooruit kan met een aantal gerechtjes maken. En daarvoor heb ik bij de Xenos deze dingetjes gehaald om te gebruiken. Dit heb ik trouwens als achtergrond, soort van achtergrondpapier gekocht. Dat kun je gebruiken om je gerechten op te zetten en dan een foto te maken. Misschien ook wel leuk voor jou als ideetje, want het ziet er heel erg gaaf uit, vooral voor je Instagram foto's. Deze kruiden vond ik ook echt super leuk. Als je het elke dag moet doen en soms zelfs meerdere keren op een dag, komt het echt neus uit. Dus wat ga ik proberen? Ik ga het gewoon even een beetje opspijzen. Ik ga wat kruiden gebruiken, wat andere dingetjes gebruiken, waardoor ik het gewoon net even iets lekkerder maak. En ik ga er een beetje meteen een meal prep van maken. Dat betekent dat ik extra veel maak en dat ik een aantal bakjes ga vullen daarna. En dat ik die kan invriezen of in de koelkast kan doen voor de komende dagen. Let's get started! De dingen die we nodig hebben zijn zilvervliesrijst. Kip is natuurlijk ook een dingetje. Als je heel erg veel kip eet, dan is het gewoon heel erg verstandig om het te bestellen. Bijvoorbeeld bij eerlijkvlees.nl. Dat is toevallig een collega van mij, dus daar weet ik van. En die verkoopt eerlijk vlees en het wordt dan in een koelboxje bezorgd. Daar heb ik ook al een keer een vlog over gemaakt. Maar dat is gewoon een stuk beter vlees dan in de supermarkt. Dat proef je ook echt wel. Want in de supermarkt, je ziet het alleen al als je het gaat maken. Er komt gewoon heel veel vocht vanaf. Het is helemaal volgestopt.
En ja, dat is jammer. Broccoli. Het beste is kort koken. En opgeschept is natuurlijk op zijn best. Laat het 1 à 2 uur op kamertemperatuur afkoelen. Zorg dat je het overgebleven eten met een schone lepel in schone bakjes doet. Dan kun je het ongeveer 2 dagen bewaren in de koelkast. En anders doe je het in de vriezer en dan kun je het 1 tot 2 maanden in bewaren. Zorg dat dus alles schoon is en goed afgesloten. Dit is makkelijk. Ik heb gewoon echt heel vaak meteen koffie genomen en dan later een broodje. En ja, ik merk dat wel. Ik merk sowieso dat ik de laatste tijd iets minder gezond bezig ben. Ik heb echt vaak chocola gegeten. Dat is echt te zien nu ook. En dat heb ik echt heel lang niet gehad, buisjes. Dus ik ben daar echt... Ik moet echt weer even helemaal... goed op mijn voeding gaan letten. Ik ga beginnen met het ontbijt. Yay!